Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Roseline Daan geeft leiding aan directoraat cultuur. Minister Walten benadrukt belang unificatie, wisselkoers voor herstel economie. Unificatie impopulair, doch noodzakelijk besluit. En COVID-19 blijft u zich houden aan voorschriften. Roseline Daan geeft per woensdag 23 september 2020 leiding aan het directoraat cultuur. Zij neemt het roer over van Elvira Sandy. Bij dit moment werd het personeel toegesproken door zowel minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur als de nieuwbakken directeur. Met de aanstelling van Daan gaat het directoraat cultuur een andere fase in. Het personeel is lange tijd in staking geweest vanwege een conflict met de vorige leiding. Met een nieuwe begin hebben wij gemeend om in ieder geval een nieuwe leiding te plaatsen in de persoon van mevrouw Roseline Daan, die de komende periode de verantwoordelijkheid zal hebben over het beheer van dit directoraat. Natuurlijk onder verantwoordelijkheid van de minister en die natuurlijk onder verantwoordelijkheid van de totale regering. Met deze benoeming roepen wij alle medewerkers van de directoraat cultuur op om alles wat, zoals de vorige sprekers hebben aangegeven, in de weg mocht staan van gezamenlijk optrekken om dat werk dat gedaan moet worden vanuit dit directoraat, belangrijk werk voor de eenheid, de saamhorigheid in die samenleving, om dat werk daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Ook ik wil u vragen de volledige ondersteuning te geven aan de nieuwe directeur, mevrouw Daan, zodat we wanneer zij natuurlijk bij haar pensionering zal afzwaaien, ik weet niet hoe lang dat is, 30 jaar, 20 jaar, ik weet niet hoe lang nog, maar dat we kunnen zeggen dat het inderdaad een job gedaan is waar wij trots op mogen zijn. Mama Srana, Vileja, we sakka o kindagro. God bless you, we sweet Srana. Unko makandra. Srana smati deja. Unko drukona wang. Het is gewoon zo dat in tijden waarin je verdriet hebt, cultuur verschrikkelijk helpt. Ik vergeet nooit dat in een paar donkere dagen in de 80er jaren, het was cultuur die ons op de been heeft gehouden. Het waren de koren, het was het gezang, het was het gebed, het was de kunst die ons toch gedwongen heeft om tot één natie te komen. En we hebben het laatst gezien bij het ter graven dragen van Suki Iridu Kromo. Al zijn kunstwerken waren daar. En je zag in zijn kunst hoe hij de naties bij elkaar bracht. De verschillende culturen in zijn kunstwerken. En de meeste kunstenaars hebben die mogelijkheid, hebben dat in zich. Wat ze ook doen, muziek, schilderijen, kunstwerken, producties. Ze brengen het bij elkaar voor ons. En daarom is cultuur zo belangrijk voor ons. Ik wil jullie voorstellen aan mevrouw Daan, de directeur. En ik wil haar vragen om even naast mij te komen staan. Zodat er geen twijfel is dat ik iemand anders installeer. Dus ik moet zeker zeggen, u bent mevrouw Daan, toch? Maar hoe zeg je dat? We kennen elkaar goed. En we hebben met elkaar afgesproken dat behalve Mandi Mani Nomude, dat we het rustig gaan doen. We hebben hier in deze zaal mensen zitten
die enorm veel ervaring hebben met cultuur. Kunst, cultuur, alles wat er zijn veel mensen hier die al jaren met cultuur bezig zijn. En ze is het roerend met me eens dat we naar die mensen gaan luisteren. Want ze hebben die ervaring en ze kunnen ons helpen en ze kunnen ons sturen en ze kunnen ons richting geven in welke kant de cultuur op moet gaan. Dat is de afspraak die we met elkaar hebben. We gaan eerst luisteren en we gaan samen. Natuurlijk heeft zij haar opvattingen over cultuur. Tuurlijk heeft ze het. Maar er zijn zoveel opvattingen hier, zoveel ervaring. En we gaan leren luisteren. En we gaan samen met u allen, gaan wij dit directoraat weer maken tot wat het vroeger geweest is. Heel veel activiteiten. Cultuur liet van zich horen. En ik wil uw stem weer horen. Ik wil dat die samenleving weer tot de ontdekking komt. Dat er een directoraat cultuur is. Dat u ervaring heeft, dat u het kunt doen. Ik sta niet hier zoals we dat kennen van vroeger. Basi. Mino sap noa henkri basi. A galo di medili, a dat echani. Maar noa lidis manami basi. En om sabi tak mino konja, fukpur noa sma bravo na de tu. Un versambung. Mino konja fukpur noa sma bravo na de anu. Maar mijn wasko uno proberen voor mij bravo naar mijn handen. Dan hebben we het niet meer over gelijkwaardigheid. En ik wil gelijkwaardigheid. Dat is waar ik voor sta. Gelijkwaardigheid. Respect. Vaak genoeg horen we mensen zeggen, je moet respect hebben. Maar kom maar doen, wat hoor je dit? Respect. De je hebt dat voor respect, am deso, dat je na fosma, sa e ji a respect. No se je na manchi se. Dus, te we pari, te we jompo, te we seki, un seki bika un sabi ta un puberi anon deta lolo taki en atak moi ba ube aguandri toroja mi no sa wani stonomo e yere a fosi dri toro ben disi no sa ben dati tamara mi no demi no sap saute nangami samwa yere na fawo voer a beleid uit. Hoe gaan we beleid maken? Om inderdaad dit directoraat de plek van oudsher te geven. Hoe gaan we een bijdrage leveren? Ik zie mijn geachte personeelsleden aanwezig. U heeft belangstelling getoond. Dat is al een goed begin. Maar laat het niet zo zijn. Dat is mijn motto. Altijd op de werkplek. Kom niet aan het werk om die stoel warm te houden. Dat is geen kunst. Kom aan het werk om te werken. Steen voor steen. Wie is dat stoomtje zo? Luko van de stoel naar grondtje. Maar de mekapresie mooi. Dus ga er niet vanuit dat jouw bijdrage te klein is. Ook die bijdrage is van belang en wordt van harte verwelkomd. Ik verwacht dat u allen samen met mij aan de slag zult gaan. De bond, de vertegenwoordiger heeft het aangegeven, heeft een plek ook hier op het directoraat. Zullen we absoluut naar luisteren en meewerken? Het personeel
Umsabi, Roseline Daan kent geen lager of hoger personeel. Die een is niet meer dan de ander. If you have one son if taki, if you have one son if aksi, vind me overal. Atarendigi. Ik zal me niet opsluiten in een kamer. Want mijn oma wara asturu no muso. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij uw genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. De unificatie van de wisselkoers heeft grotendeels effect op de brandstofprijs, maar is minder van invloed op de prijzen voor basisgoederen. De unificatiekoers is volgens minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie de juiste koers om de brandstofprijs vast te stellen. De bewindsvrouw heeft op dinsdag 22 september 2020 verschillende stakeholders over dit besluit geïnformeerd. Alle partijen onderstrepen de relevantie van het herstel van de economie. Vanwege het belang van deze ontwikkeling heeft de Communicatiedienst Suriname, CDS, besloten het gesprek met de bewindsvrouw te herhalen in deze editie van Focus. Prada na asa, kondrema, adesofara, u aba unificatie koers. Dat wan tak, dat na soso wan koers moes de, a koers sa centrale bank tak. Moes gebruik, di a aankoop na a verkoop fu a dollar, so leka euro. Dus dat betekent, verschillende cambios of verschillende valutahandelaar, noka actie verschillende koers, lik, sang, centrale bank tak amus de omdat omelanga centrale bank betak 752 maar in werkelijkheid na 14 na 15 na morgen he koers handelaar be gebruik olanga ba dus na unificatie koers na 1429 te je bayadala dat want tak aan een verschil tumsi fusa aher economia be gebruik ba want ons hab dat no was hier adala be sergi 752 abe sergi bora hier koers no dus den basisgoederen zij sera winkri ben de gebaseerd ba tap a koers voor 14 mora hier dus na een unificatie koers de prijs no mag verschil tumsi voor basisgoederen want ook de graland is sorgo dat importeurs voor basisgoederen naaf bij invoerrechten. Dus de douane koos aan pas aan. Nu heb effect op import voor basisgoederen. Want importeurs voor basisgoederen naaf bij invoerrechten. Het is veel, maar ja, je kan niet anders. Je hebt zaken te doen om te regelen. Elke dag moet je uit huis, dus je had moeten tanken. Ik weet niet voor aandoen, maar ik had wel, ja, ik heb geen andere keus. Hoe gaat u anders bezuinigen? Boy, bezuinigen, je blijft bezuinigen. Maar, nee, je hebt het helpt niet. Ja, al je salaris gaat eraan. Natuurlijk gaat langzamerhand, of met de prijzen, gaat de andere prijzen ook omhoog. Maar economische zaken zal controleren, op toezien dat men niet gaat overdrijven met de prijzen. Maar zeker ook voor ons als pomphouders gaan wij ook, onze omzet gaat ook verminderen. Wij gaan het ook allemaal met z'n allen echt merken. Het is niet makkelijk. Ik ben er boos om. Iedereen is er boos om. We moeten gaan betalen voor iets wat wij niet hebben gebruikt. Een schuld die wij niet zelf hebben gemaakt. Niet eens hebben geprofiteerd. En nu moeten wij met z'n allen een schuld gaan betalen. Ja. De unificatiekoers heeft natuurlijk een impact op de hele economie in Suriname. En de minister heeft vanmorgen gebeld en gevraagd of wij een spoedoverleg kunnen hebben met het platform van levensmiddelenimporteur Suriname. Dat hebben we uiteraard geaccepteerd. En we hebben gesproken over wat de impact zal zijn van de unificatiekoers op vooral de basisgoederen. Nu is het zo dat de basisgoederen die hebben een nultarief aan invoerrechten.
Dus de impact voor wat de invoerrechten betreft, dat zal minimaal zijn, omdat daar geen invoerrechten over gegeven worden. De brandstof die heeft natuurlijk wel wat effect op de distributeurs, want uiteraard is brandstof erg belangrijk voor de distributeurs. Maar wij gaan met de distributeurs in overleg om te kijken om de prijsverhogingen minimaal te houden, omdat we eigenlijk al een hogere koers hanteerden tussen de 15 en 16. Dus mochten we tegen 14, 26 kunnen kopen onze valuta van de US dollar bij de banken, dan betekent het dat dat zelfs een verlichting is voor de prijsvorming. Dus wat dat betreft zijn we goed gestemd dat in ieder geval de unificatiekoers geïntroduceerd is en dat we op basis daarvan hopelijk een stabiele koers kunnen krijgen waarvan we met z'n allen kunnen kopen als we dat nodig hebben. En als je moet verkopen, dan verkoop je ook weer tegen de kanalen, tegen die koers die bepaald is door de centrale bank. Sam, a unificatiekoers, a wankoers, a centrale bank, dat nu op effect, tap, na tap. A olieprijs, want van begin de oliemaatschappij bij olie, toch? Daar dingen berekening in dollar. Dan nu voor mijn gemeenschappij in SRD, de berekening bij mij naar SRD gebaseerd op 7,52. Terwijl even oliemaatschappij bij je, die een mooie heekoers, dan garant je ons bij in, dan ga je bijna kan krijgen een subsidie. Want het verschil tussen de centrale bankkoers voor toen en het verschil tussen de oliemaatschappij bij Pai, dat betrekt af voor de inkomsten voor Gralanti. Maar ik ben dan, ik kan het aan doen zijn dat de vrouwen subsidiëren brandstof via heel kondre, zodat de mensen hebben money en de mensen hebben money, alles maar ik is aan subsidie. In feite, ik kan geen subsidie omdat dat verschil bij verandert. Dus nu een juiste koers in gebruik voor berekenen naar brandstofprijs. En dat me kwestie dat ook toen na een koersunificatie Sanko 1429 Giadala dat leidt tot een aanpassing voor ook toe aan brandstofprijzen. Wat betekent de unificatie van de wisselkoers? Waarvoor is het nodig en wat zijn de effecten hiervan op de samenleving en de economie? Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning geeft in het volgende interview antwoord op deze vragen. De bewindsman erkent dat het besluit niet altijd op goedkeuring kan rekenen, maar noodzakelijk is om de Surinaamse economie weer stabiel te krijgen. Hij vraagt daarom begrip van de bevolking. Dus akkoordsunificatie na een simpel zijn dat je jaarakkoord gaat naar een niveau per awoyo dekba. Hoe zou dat? Tapawoyo en in een cambio, akkoord de morgen 7,52, akkoord naar 14,15. En eigenlijk als centrale bank koers voor 7,52, in ook aan hoor morgen, omdat de dagen de tegen 7,52. Dus op de genoodzaak voor Tjara koers gaan naar niveau bij Awoyo is het akkoord kon en dat na ongeveer 14. Dat na unificatie voor met one koers die aher economia en one koers die de bank die de cambio die agas massa kan roken op een koers dat die. De prijs in de winkel de gebaseerd wat op een koers voor 14 en 15. Dus een koers unificatie dus nog mag hebben een big effect op de prijs. Maar kom je tegen dat ja, een pakket voor goederen die importeert, zou ik haar basis en essentiële goederen. We kunnen vroeg aan jong aardappelen, dan de soort zijn dat die, zou Ganti net ik invoerrechten in tapu. Dus de prijs voor de basisgoederen, dat normaal gaat ook toe. En als de gaat ook toe, dan kan er een paar procentjes, maar juist daarom gaat die dat. We potten een sociaal vangnet voor jubdinsma, voor vangen op prijs, de prijsschommelingen op. En ik vijf sabi, mijn presentering in assemblee dat we verhoog AOV,
We passen AKB aan. We passen bijstand voor bijdrage voor zwakke huishoudens aan. Voor je dus maar voor kan Ruby, Wamboen Ruby en pas vang de prijs gaan brengen dus aan. Maar in principe, de prijs nog mag pas aan. Gwaar ook toerlijk vast maar in praxerie. En een kentje praxerie ook toen mijn collega voor economische zaken. Naar de importeurs voor de goederen is. En dan schrijft de importeurs dat je de prijs nog mag gwaar ook toe. Dus sma moest nog raak in paniek. Want aan enigste zijn niet naar benzineprijs. De oliemaatschappij zij importeert brandstof. Dan doet dat tap 752. Maar daarna nog de Fini tap 752. Dus ook dat op hem unificeer. Hoe dan wat trafasseer doen. Dus ik hoop dat is mijn begrijp dat de zie. En dat de werken mee naar ONU. Voor jaren economie komt op een stabiel niveau. We kan plan bakken en we kan rukugemoren varen. En we kan zitten economie komt op een boomfase. In de agrarische sector, juist omgeving van incentive, zou ik daar een incentive, dat de prijs in de agrarische sector kan dan stabiel. Natuurlijk, de agrarische sector, de prijs gaat mee naar weersinvloeden, naar de soort van dat. Maar als je komt op prijzen voor brandstof, of input voor brandstof, de agrarische sector, in een government die zou zijn potie aan een SRD, een zakking in de agrarische sector, zodanig dat de prijs nog mag stijgen en kan stabiel. Maar nu in een situatie die ze bij de benzineprijs kringwaar op toe, om je zo kan doen voor de prijs in de agrarische sector ook te stabiel. Abos kopusami abi na ano. Ano prettig, ano smane vier boom. De prijzen gaan ook toe, de benzine gaan, brandstofprijzen gaan ook toe. Maar nou een sens zou ben moest doen, want alles maar sabi dat in Awoyo in Obeman bij een dag morgen tegen 752. Als je ben zoek een dag, dan heb je ben vinding, dan tegen 14 of morgen, je ben paar van dag. En dat de unificatie, de aanpassing van koers, voor centrale bank ben de van nodig. Nou, aan Sansa, de economie heeft van nodig voor de economie weer op stabiel niveau. En mijn accidents, maar begrip. Want na maatregelen is een moestekje voor de economie komen op PABMD en dat kan plan gomoren varen. Voor mij kan de economie groeien. Dus aan een maatregelen voor mixma is maar onaangenaam, maar een maatregelen is dat van nodig voor zetten economie aan kon bakken. Met de normalisatie van de economische bedrijvigheid komt ook het contact tussen personen veel meer op gang. In die gevallen is het juist aangeraden de hygiënevoorschriften na te leven. Speciaal voor sectoren die gefaseerd operationeel worden, heeft de regering preventieprotocollen ontwikkeld om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus tegen te gaan. Zo geldt voor het openbare en particuliere busvervoer dat chauffeurs en passagiers zich strikt houden aan het ontsmetten van de handen. Een mond- en neusbedekking en afstand houden zijn daarbij ook een vereiste, terwijl eten en drinken in de bus verboden is. Nogmaals, geen enkele maatregel is deel van een samenzweringstheorie. COVID-19 is een realiteit die aanpassing van onze levensstijl vraagt. Een nonchalante houding kan juist ertoe bijdragen dat u of anderen in uw omgeving besmet raken. Ons land heeft in de afgelopen 7 maanden de nare gevolgen van dit virus ervaren. Duizenden besmettingen en ruim 100 doden. De aanwezigheid van COVID-19 heeft ook op de Surinaamse maatschappij haar weerslag gehad. Het doel van de normalisatie is ook tot herstel over te gaan. Dat kan in het bijzonder wanneer wij het belang van de maatregelen tot ons laten doordringen.
En dit was het dan weer voor wat betreft Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.